Universiteit van Nederland. Als in de winter je vingers wit of blauw worden, is dat meestal onschuldig en kan geen kwaad. Maar het kan ook het eerste verschijnsel zijn van de ziekte. En dan moet je naar de dokter toe. Veel mensen hebben koude handen in de winter en dan zijn handschoentjes handig. Of nog wat dikkere. Maar bij sommige mensen zijn zelfs deze dikke handschoenen niet genoeg. Als zij het koud krijgen en koude handen krijgen, verkleuren hun vingers. Die worden wit en blauw en die kunnen pijn gaan doen en gevoelloos worden. Bij een klein gedeelte van de mensen kan het eerste verschijnsel zijn van een onderliggende ziekte. De bloedvaatjes die knijpen samen, waardoor er minder bloeddoorstroming is. De bloedsomloop kan je hier in deze pop zien met die rode en die blauwe lijnen. En die rode lijnen die zorgen ervoor dat de suikers naar de organen gaan. Daar wordt suiker verbrand en dat zorgt dat ons lichaam warm blijft. Als het heel koud is, dan verliezen we warmte. En daar hebben we natuurlijk onze kleren voor en ook onze handschoenen. Maar als het echt heel erg koud is, dan gaat het lichaam kiezen wat warm moet blijven. En dan gaat altijd het brein eerst. Na het brein zijn het andere organen zoals de nieren en het hart natuurlijk, wat ook altijd warm moet blijven, en de lever. Maar de handen zijn minder belangrijk. De handen kunnen wel eventjes zonder bloed. Waarschijnlijk kunnen je vingers wel 6 uur zonder bloed voordat de schade optreedt. In je vingers wordt de bloedsomloop werkelijk afgeknepen. Laten we doen alsof deze pomp het hart is. En laten we doen alsof deze buisjes de bloedsomloop zijn. De bloedsomloop gaat van het hart naar hele grote slagaders, door naar kleinere slagaders en nog kleinere slagaders. En dan uiteindelijk kom je uit op de haarvaatjes. En bij de haarvaatjes is het heel erg gemakkelijk om zuurstof en suiker af te geven aan de weefsels. Dus uiteindelijk komt hier zo suikerrijk bloed. Dat gaat dan, wordt gebruikt en vervolgens krijg je suiker- en zuurstofarm bloed, wat dan weer doorloopt naar het hart, via de aders. En dan komt het zo weer terug in het hart. De slagader heeft meerdere laagjes, zit ook een spierlaagje in. En als het lichaam het koud heeft, kan dat spierlaagje samenknijpen, waardoor er geen bloed meer door dat haarvaartje gaat. En dan worden je vingers wit. Dat heet het syndroom van Raynaud. 1 op de 10 Nederlanders heeft dat. Het fenomeen van Raynaud ontstaat meestal in de puberteit en het komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 80% vrouwen en 20% mannen. En van die mensen hebben 90% dat zomaar is het onschuldig. Lastig, maar onschuldig. Maar bij 10% van de mensen kan er wel iets ergs aan de hand zijn en kan het een eerste verschijnsel zijn van de onderliggende ziekte. Zoals bijvoorbeeld een auto-immuunziekte. Een auto-immuunziekte is een ziekte waarbij je eigen afweersysteem je eigen lichaam aanvalt en daardoor kun je ziek worden. Er zijn heel veel auto-immuunziektes, maar de naarste is systemische sclerose of sclerodermie. Als je je hele leven al het Raynaud hebt, dan is er waarschijnlijk niks aan de hand. Maar stel dat je op een dag wakker wordt en je hebt dit en je bent de puberteit echt al lang voorbij, dan kan het wel verstandig zijn om eens een keer met een dokter te praten. Een dokter kan dan een onderzoek doen van je nagelriemen. Hier, bij je nagelriemen, zijn je haarvaartjes heel goed zichtbaar. En dat is een van de weinige plekken van je lichaam waar je direct op de haarvaartjes kunt kijken. Je ziet hier een nagelriem van een gezond iemand. Hier aan deze kant is de nagel en dit hier is de huid van je nagelriem. Daarin zie je als al die kleine haarpinnetjes normale kleine haarvaartjes, normale bloedvaartjes. Dit is een gezond iemand. En dit is een foto van een patiënt met systemische sclerose. Hier zie je dat er veel minder bloedvaatjes zijn en de bloedvaatjes hebben ook echt een andere vorm, zijn groter. Ja, minder bloedvaatjes betekent minder doorbloeding, betekent witte vingers. Mensen met sclerodermie hebben meer dan de helft kans om te overlijden aan die ziekte. En alle mensen hebben een kortere levensverwachting. Maar gelukkig heeft maar een heel klein deel van de mensen met een Raynaud, die witte vingers dus, sclerodermie. Mensen met Raynaud hebben een vervelend, maar onschuldig probleem. Kleed je lijf warm aan. Gebruik echt lekkere, dikke handschoenen. Probeer te voorkomen dat je afkoelt. Niet roken. Wees zuinig met koffie. En laten we maar hopen dat de lente snel weer begint.